Even, dan zijn we 70 kilometer ver en die van Tinkoff denken, laat ons het toch maar eens proberen om de boel hier op de kant te zetten. En dan zie je de eerste breuken in dat peloton. Het is even proberen, maar het is nog niet vol, want het is nog ver. Dan neemt Etix Quickstep het wel over. Ilio Keijsen laat een klein beetje plek aan de kant van de weg om nog wat renners door te laten, mee die waaier op te zetten. En dan krijgen we een eerste breuk in het peloton. Twee stukken. In deze fase twee stukken. De favorieten hebben zich niet laten verrassen. De grootste namen in de tweede groep zijn Thibaut Pinot, maar die had al wel wat tijd verloren. En Wilco Kelderman, ook hij stond al op respectabele afstand van de toppers in deze Tour. Prachtige brug, op 79 kilometer van de aankomst gaat de storm weer liggen. De twee groepen komen samen. En dan denken Stuyven, Rast en Cancellara, waarom wij is niet? Zij gaan ronddraaien op kop. Gashendeltje open, helemaal open en dan krijgen we dit fantastische beeld. Het spel van de wind. Vijf stukken, vijf waaiers in dat peloton op 73 kilometer van Montpellier.